Dit is Veronica. The Young One. Morgenavond. Engeltje zegt, dan komt er uit je muil een asbakkelijk. Ivan. Ja, lekker schatje. Ivan, ho, ja. Uw vrouw is al weg hoor. Dat was telefoon geworden. Stemkunstenaars maken je aan het lachen en huilen. Hey, hey. Romario sterk spullen in Fisherman's Friend. In Read My Lips, morgenavond. Ja, die is leuk. Bij Veronica. Ja, en ik geef je nog even een overzichtje van de komende uren bij Veronica. In Bij de Politie zie je de mannen en vrouwen van het wijkteam De Pijp aan het werk. In de drukste en dichtstbevolkte wijk van Amsterdam is altijd wel wat aan de hand. Gestolen goederen, bedelaars op straat en huiszoekingen zijn allemaal zaken die aan de orde komen om 9:45. En daarna praat René Mioch met Robin Williams en met Robert Redford. Die laatste heeft het boek De Paardenfluisteraar verfilmd. En van die film zie je alvast wat fragmenten. Nog meer filmnieuws in Films en Sterren om 22:50. En nu eerst de bodemloze put van overheid en bedrijfsleven. De stand van over de balk is inmiddels opgelopen tot 2,4 miljard. En daar kan nog veel meer bij. Hi, welkom bij Over de Balk. Goed dat je kijkt. Ook vanavond hebben we weer een paar geweldige missers voor je op een rijtje gezet. Bijna 2,4 miljard gulden hebben we hier inmiddels al over de balk zien gaan. Maar denk maar niet dat het daarbij ophoudt, want er komen vanavond weer een paar miljoenen bij. Arnhem, Rotterdam, Tilburg, ze gooien het echt overal over de balk. Zometeen, een mislukt plein van 8,5 miljoen. Een enorm kunstwerk dat op de verkeerde plek ligt. En tienduizenden nutteloze palen die wel heel veel geld kosten. Dat hou je van me te goed. Maar op onze reis langs verschillende gemeentes in Nederland stoppen we eerst bij Arnhem. Dat is onze eerste halte, zeg maar. En wat toevallig nou. Over zo'n halte gaat het hier nou ook net. Er staat in Arnhem namelijk een heel bijzondere bushalte. Kijk, dat is mijn broer, Karel. Die is politieagent in Arnhem. Doet hij heel nuttig werk. Bijvoorbeeld deze stoep vrijhouden van voetgangers. Die zijn namelijk verboden hier. Het is alleen wel lullig dat er nou net daar een bushalte staat. Sinds enkele maanden heeft de gemeente hier een hek geplaatst. En een bord verboden voor voetgangers. Dus ik ben bang dat dit de enige bushalte in Nederland is die verboden is voor voetgangers. Dit hek staat hier om een aantal bosjes heen. Om te zorgen dat de mensen dus niet verder die kant uit kunnen lopen. De mensen houden zich over het algemeen niet aan dit bord. Dus ze lopen gewoon op verboden gebied naar de bushalte. Bussen stoppen ook netjes, nemen passagiers mee. Hé, hey, hoe zijn die mensen daar gekomen? Toch niet illegaal op de stoep gelopen, hè? Karel, pak ze! Oh, meneer. Ja. Ik vraag wat u hier doet. Ik wou met de bus mee naar het station. Dat is hier niet de bedoeling. Is hier niet de bedoeling? Ik weet niet of u de borden heeft gezien. Ik heb geen borden gezien, nee. Kijk eens achter u. Ja, zo. Kijk eens. Oh, dus ik mag wel daar in de berm gaan staan. Dat is ook niet echt verstandig. Ik denk dat u het beste daar het voetpad kunt kiezen aan de andere kant van het verbodspad. Ja, ja, dat pad aan de andere kant van het verkeersbord. Goeie tip, Karel. Alleen ligt daar de bushalte niet. Snap jij het? Snap ik het? Zeg ik dan even niet. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar de verleiding van de bus was toch te groot. De reden dat ze dit hek hebben neergezet is dat hier iets verderop het Gelredome is. Hierachter is een parkeerplaats die gebruikt wordt bij grote evenementen. Mensen die lopen dus rechtstreeks door naar het Gelredome en moeten dan een vrij druk kruispunt over wat gevaarlijk is voor voetgangers. De situatie is gevaarlijk omdat er helemaal geen voorzieningen voor voetgangers zijn op dat kruispunt. Het is puur een autokruispunt. De mensen worden geacht hier hun auto te parkeren, die richting uit te lopen, over te steken, de wijk aan de andere kant van de snelweg door, daar een voetgangersbrug over, nog een heel eind om te lopen naar de ingang van het Gelredome. Het is toch simpel? Gek, hè? Je parkeert je auto op hemelsbreed 200 meter... en dan moet je vervolgens 20 minuten omlopen om bij de ingang te komen. En dat doet niemand.
Nee, dan kan je nog beter de bus nemen. Oh shit, nee, dat kan niet. De bushalte is afgesloten. Verboden voor voetgangers. Straks heb je nog een bon in je broek. Als ik hier bekeurd zou worden, ik denk dat ik hard in de lach zou schieten. Goedemorgen. Wat is de bedoeling? Ja, ik ga naar de bus. Heeft u dat bord niet gezien? Naar Arnhem? Ja. Wilt u met de bus? Ja, klopt. Heeft u dat bord gezien? Ja, dat zie ik. Het is hier helaas verboden voor voetgangers. Ja, ja. Het spijt me heel erg. Maar heeft u dat bord niet zien staan? Oh. Ja, nee, dat heb ik niet opgelet. Sorry. Het lijkt me verstandig als u even een bushalte verder neemt. Want hier mogen geen voetgangers komen. Ik prefereer de bon. Maar weet je wat, Karel? Slinger de gemeente Arnhem maar eens op de bon. Hey, hallo Arnhem. Wel eens gehoord van openbaar vervoer? Daar valt de bus ook onder, hoor. Er staan daar 11 hekken en een bord om mensen van de stoep te houden. Klinkt meer als iets om de ambtenaren van de straat te houden. Maar nou we het toch over verkeersborden hebben, je weet hoe die meestal bevestigd zijn, hè? Op zo'n paal. Gat in de grond, paal erin, bord erop, klaar. Nog een bord nodig? Gat in de grond, paal erin, bord erop, klaar. Nog een bord nodig? Afijn, daar wilde ik het nou net eens over hebben. Heb jij wel eens geteld hoeveel palen met verkeersborden er langs de weg staan? Nou, fotograaf Herman Scholte wel. Het antwoord? Veel te veel. Nou, als ik door Nederland rijd, en ik rijd dus 60.000 km per jaar ongeveer, ja, dan verbaas ik me erover hoeveel verkeersborden overal geplaatst zijn en op welke manier ze geplaatst zijn. Nou, als ik dus onderweg ben, zie ik dus echt met honderden zie ik dus een lantaarnpaal staan en daarna zie je een verkeersbord. Er zit soms een meter, een half meter tussen, of soms kan je net je hand ertussen steken en heb je het weer gehad. Hier recht vooruit zie je dan een bordje informatie. Ja, ik weet niet wat ze willen informeren, maar voor mij staat er niks bij hoor. Dus misschien komt het nog, of is het weggehaald, of geen idee. Nou, kijk, hier weer rechts vooruit, hebben ze pas een nieuw bord geplaatst. Carpool met die pijl eronder. Nou, een meter of twee, drie terug. Kan je ze op die lantaarnpaal vastzetten. Een bord naar de snelweg. Nou, er zit ook een meter of twee, drie tussen. Ja, dat zou allemaal bij elkaar kunnen. Ja, zeg. Waarom zou je maar één paal gebruiken als je er ook twee kunt neerzetten? Of vijf? Ik bedoel, je moet toch wat te doen hebben als gemeentewerker? Maar alle gekheid op een paaltje, zo kan het dus ook. Ruimte genoeg. En dat is ook wel zo goedkoop, want al die paaltjes, dat lijkt misschien niet zoveel. Maar dat zijn dure dingen. Er zijn in Nederland ongeveer, dat heb ik geïnformeerd, een 548 gemeenten. En als je nou iedere gemeente op circa 100 palen rekent... Nou, dat reken ik maar uit. Dus, zeg maar 55.000 palen die te veel staan. Bijna 55.000 palen. We hebben het uitgerekend. Goed voor zo'n 6 miljoen gulden. Over de balk. 6 miljoen gulden omdat alle gemeentes een bord voor hun kop hebben. Wat zouden ze eigenlijk denken dat zo'n bord betekent, hè? Verboden na te denken of zo. Maar het ergste hebben we nog niet eens gehad. Nee, het volgende kunstwerk, dat moet je zien, jongens. Dat is echt het dieptepunt van de onderwerpen deze keer. Het ligt in de Alexanderpolder en het heeft een heel bijzondere bijnaam. De bijnaam in Rotterdam is de kots. Hoe heet het nou? De kotskom, dat is de meest gebruikte voor de schotel op dit moment. De kotskom. Soms zijn in Rotterdam de namen mooier dan de kunstwerk. Maar goed, deze halve ufo die ligt hier niet zomaar voor niks in deze vijver in de Alexanderpolder. Nee, die ligt hier met een doel. Die ligt hier, zeg maar, iets uit te beelden. Al ziet niet iedereen dat.
Wanneer ik naar het kunstwerk kijk, dan verbeeld ik mij niets. Ik snap het kunstwerk niet. Wat het voor moet stellen, is een schotel. En daar houd ik mee op. Maar ik ben